Goedemiddag allemaal. Ik ga mezelf even voorstellen. Ik ben Eva Zagerman van de Paardentaxi. Wij staan in hal 3. En ik ben behalve vervoerder van paarden ook instructeur klikkertraining. Wij doen ook horse agility, Sylvie en ik. Ja, dank u Tapioca. Ik ga Sylvie voorstellen. Sylvie is dat meisje met de paarse trui. Tapioca is de raflinger. Sylvie is even madame aan het loswerken nu, want hij heeft al toch 2 dagen in de stal gestaan. Oké. We gaan jullie vandaag uitleggen wat klikkertraining is. Dus klikkertraining is een methode om je paard iets aan te leren. Dus bij klikkertraining leert je paard bepaalde dingen aan. Wat dat je paard aanleert, heeft van geen belang. Nu is Sylvie nog even los aan het werken. Dus zonder leidtouw. Ze gebruikt wel nog haar stok om aanwijzingen te geven. En straks gaan we tonen wat ze eigenlijk in detail aan het doen is. Ondertussen nog even uitleggen van klikkertraining. Klikkertraining, het woord echt zelf al, daar zet het woord klikker in. Dus wij gebruiken, we beginnen bij klikkertraining, de klikker. Hier aan mijn broek hangt er zo een, die heb ik dus altijd bij mij. En die hangt dan gewoon aan een klimpje aan mijn broek. Dus als je daarop klikt, ik weet niet of dat jullie het kunnen horen. Ja? Dus dan hoor je een klik. In het begin heeft dat natuurlijk totaal geen signaal. Als ik naast Tapioca ga staan, hij luistert wel, maar voor hem heeft dat geen signaal, dat heeft geen betekenis. Natuurlijk, als ik dat 50 keer na elkaar doe en ik laat dat 50 keer volgen door een voedselbeloning, dan gaat hij natuurlijk wel een betekenis kennen aan dat signaal. Als ik dan klik, gaat hij direct weten, nu volgt er een voedselbeloning. Maar hoe kunnen we dat nu gebruiken? Want ja, als je weet, je kunt klikken en voedselbeloning geven, we moeten daar natuurlijk ook iets kunnen mee doen. Dus wij gaan ons paarden een bepaald gedrag aanleren. Ik weet niet, Sylvie, of je iets wilt tonen dat je wilt aanleren. Of kan die anders? Nee. Voetjes geven. Dat kan. Dus hij vraagt voetje. Andere voetje. En ik zal klikken op het moment dat er moet geklikt worden. Dus om jullie te tonen. Ja. Dus Sylvie zegt dat ze aan het leren is om een hoger voetje te geven, maar toen eerst maar een gewoon voetje. En voedselbeloning. Nog een keer. Voetje. En voedselbeloning. Dus je ziet op het moment dat het paard het gedrag vertoont dat je wilt zien, klikt er. Nog een keer. En doe je dat nu een keer zonder zweep of stok. Voilà, dan gaat dus even goed. Ik wil nu even gewoon het verschil tonen dat je een stok kunt gebruiken om aan te wijzen, maar dat je dat perfect met je eigen lichaam kunt doen. Ik zelf werk nooit met een zweep of een stok. Het enige dat ik gebruik is het verlengen van mijn klikker. Dus zeker bij paarden in het begin, als je klikkert die nogal opdringerig zijn, ga ik dus mijn target stick gebruiken. We noemen dat target, daar hangt een bolletje aan. Als je leert aan je paard om dat te targeten met de neus of met de knie of met gelijk welk lichaamsdeel, dan gaat je paard daar gefocust op zijn. Niet op de omgeving, maar op dat bolletje. Dat wordt ook veel bij hondentraining gebruikt. Sylvie, mag ik het een keer tonen met die targetstick? Dus als ik nu Tapioca wil leren targeten, stel ik heb nog een klikkertraining, dan ga ik als volgt te werk. Ik toon aan mijn bolletje, hij botst er tegen, ik klik en ik beloon. En we doen dat in rap tempo. Ik wil hem achteruit leren gaan. Ja. En nog iets te doen. Ik ga proberen het geluid van de klikker door de micro te sturen. Let goed op waar dat ik mijn voedselbeloning geef. Ik ga het nog een keer tonen. Ik geef mijn voedselbeloning aan Tapioca. Stel, ik heb gedaan. Ik laat dat gewoon vallen en dat hangt aan je broek.
Je kunt dat eventueel terug inschuiven. Ik ga met mijn hand proberen. Hoort nu, ik gebruik mijn klikker niet. Ik heb nu niks in mijn hand en ik wil even zonder werken. Dus ik ga gewoon mijn eigen tong gebruiken om te klikken. Juka. En dat doe ik eigenlijk altijd. Ik gebruik in het begin, maar mijn paarden die klikkertraining nog niet kennen, dit mechanische geluid en mijn stem bij paarden die het wel kennen. Als ik hem nu achteruit wil doen stappen, waar ik hem hier te targeten. Stel nu, er is een paard dat opdringerig wordt. Je hebt hier je boetebeloning, ik ga hem nu even uitlokken, dan doe je gewoon je zakje weer dicht. En niet slaan. Geen patat op zijn neus geven, wat je veel ziet. Zijn hoofd wegduwen, dan moet je doen. Je ruimte bewaren. Zeggen, dat is hier mijn ruimte. Niet naar hem kijken. Je toont echt dat is mijn ruimte. En natuurlijk belonen om je ruimte te respecteren. Zakje toe. Hier is mijn ruimte. Vraag hem om mijn vingers te tikken. Dat is goed. En ik geef hem de voedselbeloning naar hem toe. Geef nooit uw voedselbeloning, ik ga me even aan die kant stellen, geef nooit uw voedselbeloning hier. Als je dat doet, dus ik vraag hem, als je hier voedselbeloning geeft, dan leerde uw paard bij u te komen om uw voedselbeloning in ontvangst te krijgen. En het zijn wij die duidelijke voedselbeloning aan hem gaan geven. En je kunt ook voedselweiger leren, misschien dat Sylvie dat nu een keer kan tonen. Dat is een heel goede oefening om te starten met klikkertraining. Je leert eerst je paarden die klikken, dus op het moment dat je klikt een beloning geven, doet dat 20, 30, 40 keer. En je paard gaat snappen, klik betekent beloning. Stel nu dat een paard hebt die een beetje opdringerig wordt, of enthousiast, ja dat is natuurlijk wel leuk, voedselbeloning krijgen, dan leert je paard voedsel weigeren. Dat lijkt moeilijk, maar Sylvie is hier aan het demonstreren. Eigenlijk is het systeem, je hebt in je één hand een wortel of een appel en je houdt je hand open. Zolang dat je het niet aanbiedt aan je paard, mag je paard het niet nemen. Dus gaat je paard naar die appel, dan doe je die hand dicht en je steekt je hand weer weg. Je begint opnieuw. Want als je paard leert om te wachten, dat als jij zegt ja, en dan gaat je paard die appel nemen. En dat duurt echt niet lang, want veel mensen hebben de neiging en eigenlijk trainen ze een paard zonder dat ze beseffen. Een paard staat te friemelen aan hun zak en zegt, oh, stop een keer, allee, hier aan je snoep. Dus je bevestigt natuurlijk juist die ontringigheid. Dus je legt een appel op je hand of een stuk wortel en je wacht. En als je paard te dicht komt en hij wil daarmee ontvangst nemen, pakt u een appel weg en doet hem weg. Wij noemen dat negatief straffen. Dus je gaat iets wegnemen om je paard te ontmoedigen om dat gedrag nog te vertonen. We willen natuurlijk wel een ander gedrag zien. We willen niet alleen dat het gedrag van het nemen van die appel weggaat, maar je moet ook je paard zeggen wat je wel wilt. Want door het weg te nemen zeg je alleen, dat wil ik niet. Maar je paard zegt, ja, maar wat dan wel? Als ik dat niet mag doen, dan moet ik dat wel doen. Dus als je paard dan op dat moment met zijn hoofd blijft staan en niet meer naar die appel komt, dan klikt het en geeft de voedselbeloning. Dan zegt de voilà, tegen je paard, dat is wat ik wil. Zoetje geven. Dan kun je perfect aanleren natuurlijk met je targeten. Als je zegt, trek hem uit, mijn bolletje, je leert je paard targeten met je neus overal tegen. Je klikt als dit doet, wat dan natuurlijk tegen je kin. En als je paard er tegen je bolletje van je targetstick met zijn neus komt, en dus eigenlijk tegen je kin gebeloond. Op dat moment heb je je paard een gedrag geleerd. Doe nog een keer zoetje. En draait het misschien om, dat mensen het zien. Dus, je ziet dan Sylvie, ze heeft een bepaald commando opgegeven. Dus zij houdt haar vinger tegen haar kin en zij doet... En Tapioca heeft een zoentje. Dat noemen wij een commando of een cue. Dus dat is een signaal. Het is dus zo, als je je paard iets aanleert met de klikker en je paard kent het, als je vraagt, tik dat bolletje en hij doet dat, ja, dan heb je het aangeleerd. Als je vraagt, geef mij een zoentje met dat bolletje en hij doet dat, heb je het aangeleerd. Natuurlijk
willen wij niet dat dat paard te pas en te onpas u zoetjes komt geven. Als jij een gsm in je handen hebt en je krijgt een telefoon en je doet dat en je paard zegt ah, en want is hier een zoetje geven, is dat niet leuk dat je paard dus staat te zoenen als je aan het malen bent. Dan zouden we wel kunnen ruzie krijgen met je partner thuis natuurlijk. Dus dan gaan wij, nadat gedrag aangeleerd is, een commando op dat gedrag zetten. Dus we gaan eerst altijd het gedrag aannemen en pas daarna een naam geven, een signaal aan dat gedrag verbinden. Dus bijvoorbeeld nu het geval met dat bolletje en die zoen. De keer dat je dat doet en je geeft een zoen, op dat moment kun je denken welk signaal ga ik daarvoor geven. Je kent het gedrag, je een zoen geven, maar je hebt nog geen woord of nog geen lichaamstaal die daaraan verbonden is. Dan moet je gaan denken wat ga ik gebruiken. Sylvie gebruikt dat als zoentje, om te vragen of een zoentje te krijgen. Maar je kunt je even goed aan hun knie krabben. Dat is ook een signaal om te zeggen, geef mij een zoentje, maar je moet het aanleren aan je paard. Dus elke keer dat je paard dan je zoentje geeft, vlak ervoor geeft het signaal knie. Dus eigenlijk doe je in dat geval knie en dan geeft je paard een zoen. Knie en dan geeft je paard een zoen. Knie en geeft je paard een zoen. Natuurlijk ondertussen klikken. Dus dan wordt het knie, paard geeft een zoen. Klik, voedselbeloning, knie, paard geeft een zoen, klik, voedselbeloning. En op een duur moet je dit laten vallen. Op een duur doet je dit en je paard, je gaat nog maar dat doen om dat tegen je kind te doen. En je paard gaat dan komen om je zoen te geven. Dus op een duur doe je dat en geef je paard een zoen. En eigenlijk hebben we dan gedrag op cue gezet of op commando. En we zien dat tapioca stijgerde op commando. Soms wel, soms niet. Eigenlijk is stijgen op commando een heel goede oefening, gedragstraining, bij paarden die veel stijgen. En je zou nu zeggen, een paard dat zichzelf veel stijgert, dan moet hij juist niet leren stijgeren, want die bouwt spiermassa op en die gaat nog meer stijgen. Maar het tegendeel is dus waar. Als je paard gerust staat en hij stijgert, laat dat nog stijgen, laat dat nog stijgen, nog, en laat dat 10 keer stijgeren, totdat dat associatie legt van als ik 1 keer stijger, moet ik 10 keer de lucht in gaan. En eigenlijk vind ik mijn baasje leuk. Ik kan mijn baasje niet meer imponeren met stijgeren. En die zin om te stijgeren heeft gewoon af, omdat het effect dat hij verwacht van het stijgeren, dat niet meer het effect is dat wij hem geven. Want het effect dat hij verwacht is dat jij achteruit gaat en dan zegt oké, doe maar, laat hem rust, ik laat hem in de wei. Blijf maar voor je vriendjes. Nee, in tegendeel. We vragen daar net van, ik ben baas, kom, stijger nu nog maar een keer. Dus je paard zegt, ja, het is geen avans meer, ik moet niet meer stijgen, want ja, ik krijg toch niet gedaan wat ik wil. Dus Sylvie heeft haar paard leren stijgen en heeft haar commando gezet. En sindsdien heb je ook geen paard meer die uit zichzelf gaat stijgen. Of ik krijg een paard die zegt, nee. Oh. Je ziet het ook, hè. Zijn oren liggen plat, hè? Dus hij zegt, nee, ik heb er echt geen zin in, ik kan echt niet stijgen. Dus Sylvie heeft dat nu beloond om het toch ook al eens een klein beetje te doen. Wijken voor druk, nog zoiets. Ik zie Sylvie doen, mocht dat nog een keer tonen. Ze wijst naar de achterhand van haar paard en haar paard gaat weg. Hoe hebben wij dat geleerd? Hier zijn we weer, maar als het daar gaat stik. Je kunt ofwel je paard laten wijken voor druk, dat betekent target stick tegen de achterhand, duwen totdat je paard draait, onmiddellijk druk loslaten en voedselbeloning. Weer al klikken natuurlijk. Dus ik ga klikken op het moment dat er ook geklikt wordt, om jullie te tonen, doe maar Sylvie. Duwen, iets harder duwen, nog harder en klikken. Als je dat een paar keer doet, moet je maar dat doen en je paard gaat al draaien. En bij een klant die kan getuigen dat het zo is. Dus ik geef les bij iemand en Toby, als ik hem bij naam mag noemen, is zo'n paardje die in het begin vrij veel druk nodig had met de stick, target stick, want enkel dit was verlengde van mijn arm. Ik kon daar niet mee slapen, dat niemand meer bij doen. Ik gebruik de stick als paard. Er van weg gaat met de achterhand, klik ik en geef een voedselbeloning. Dat duurt 3 keer, 4 keer, dat is dus 1 minuut. En in het vervolg doe je nog maar dat, je komt nog niet aan hem en hij wijkt al. Klikken, voedselbeloning. Nog een paar keer later, 2-3 minuten later, doe je nog maar kijken,
met zijn achterhand, heeft uw hand op toegezegd om dat uit te trekken en hij gaat dat opzij. En op een duur krijgt hij, wat je nu bij Sylvie ziet, wijken voor druk door nog maar te kijken naar zijn achterhand. En je bloot en je voedselbeloning. Moet je blijven voedselbeloning geven bij klikkertraining? Nee. Dat is een van de vele misvattingen dat je moet blijven als je voor elk paard draait rond klikker voedselbloeding. Dat moet je dus niet blijven doen. Een keer dat je paard het een bepaald gedrag aangeleerd heeft, hebben het op commando gezegd, dan heeft je paard eigenlijk iets geleerd en moet je verder bouwen. Ofwel is die oefening afgewerkt en beloon je gewoon niet meer met voer, ga ik zeggen gewoon goed zo of ja, film misschien zelf. En moet dat gewoon doen zonder beloning, dat kan ook. Of je bouwt die oefening verder op duur. In plaats van één rondje wil je dat je paard draait, zolang dat jij naar de achterhand kijkt. Dat kunt ook. Sylvie ging kijken of dat ze klikkertraining kon demonstreren op haar paard, maar ik weet niet of dat ze de energie voelt. Ze gaat proberen. Want nu doen we grondwerk. Je hebt hier al veel grondwerk gezien met klikkertraining. Maar klikkertraining is, wat ik al gezegd heb, niet iets dat zegt wat je moet trainen. Dat is niet alleen voor op de grond. Je kunt dat even goed gebruiken onder het zadel. Je kunt dat gebruiken binnen jumpingwedstrijd, bij dressuur. Heel goed voor paarden die moeilijk in galop springen. Je bent aan het draven, vraag om in galop te gaan. Als je paard in galop gaat, klik en onmiddellijk staat je paard stil. Je moet dat natuurlijk wel kennen. Staat je paard stil en geef de voedselbeloning. Oké. Het is even spannend. Misschien moest ik dat eerst gezegd hebben. Het is de eerste keer dat Sylvie en Tapioca een demo geven. Ze zijn eigenlijk ook nog niet veel op verplaatsing geweest om zo demo's te geven. De eerste keer. Dus het is toch een beetje spannend. Sylvie rijdt nu op halsring. Je ziet dat Tapioca de voedselbeloning kent. Dus ze heeft geklikt, ze heeft gebridged. Gebrist ga ik straks uitleggen. Ze heeft dus dat gedaan en haar paard staat stil en brengt ze in de nek over die voedselbeloning. Even stop, klik en dan is voedselbeloning. En dat is dus heel super. We rijden nooit met wild, dus we rijden met Sylvie met hals naar de halstertouw. Ik rijd met een sidepull, maar nooit met bit. Waarom? Wij gaan in communicatie rijden met ons paard. Als wij vragen om te stoppen, zijn we er bijna zeker van, ons paard gaat wel stoppen, wij klikken en wij geven voedselbeloning. Op duur moet je natuurlijk niet altijd voedselbeloning geven. Als ik nu vraag aan mijn paard op wandeling om te stoppen, ja, ze stopt en ik ga geen voedselbeloning geven. Ik ga misschien een keer in die manen krabben om ze te belonen, maar dat wordt een vorm van communiceren. Dat is achteruit, dat is de vraag. Nu, ook rijden met de halsring, wat Sylvie nu doet, dus enkel maar met de ring rond de hals, is een vorm van wijken voor druk. Dus ze vraagt om aan haar paard om achteruit te gaan door lichte druk op de halsring te zetten. Maar als dat paard ook maar een centimeter achteruit gaat, klikt ze en beloont ze. Dus zo leert haar paard om te reageren op heel fijne druk van de halsring. Ze gaat daar niet met haar gewicht gaan aanhangen of gelijk dat veer uit zoen aan een bit gaan trekken en zagen en van alles doen om dat paard achteruit te moeten stappen. Ze gaan gewoon rustig vragen, stap achteruit. En als dat paard, ook al is maar een centimeter gewicht verlegd naar achter, gaan ze klikken en voedselbeloning geven. Op nu gaat dat paard op zoek gaan naar die klik. Die gaat wachten en nagaan wat moet doen om die klik te horen om nadien een voedselbeloning te krijgen. Wat is het voordeel zeker op wandeling? Het paard is met u bezig. Hij is bezig met wat zijn de signalen dat ik van mijn ruiter krijg om voedselbeloning te kunnen krijgen. Dus gaat natuurlijk een paard op wandeling zonder bit, heeft geen pijn, is met u bezig op wandeling in plaats van de omgeving. Dus wat heb je? Een super ontspannen paard. Je ziet ook dat Tapioca meer en meer ontspannen wordt en een keer voesting heeft om te rollen. Ook dat kunnen we natuurlijk trainen. Dan noemen wij capture the behavior, het gedrag vangen. Stel, je wilt je paard leren op commando rollen. Je vindt dat gewoon leuk, ja, waarom? Soms moet je niet altijd uitleggen waarom dat niet wilt. Aanleren aan je paard, maar stel dat je paard wil leren rollen,
ja, dan in de zomersprint heb ik er goed nat gehad naar ergens een zandpiste of zo. En vanaf dat je paard rond, klikte en beloonde. Dat is eigenlijk het gedrag van het dat zich spontaan aanbiedt. En je beloont dat, een paard gaat rap weten, ah, als ik rol, krijg ik een voedselbeloning. Dat passen wij trouwens ook toe, klikkertraining, naar onze paardentaxi. Dus wij vervoeren paarden van vreemde paarden, van mensen die ons op ons dorp doen. En als een paard moeilijk de trailer op gaat, dan een eigenaar vraagt, kunnen we hier helpen? Dan gaan wij nooit rondjes gebruiken, nooit een zweep. We gaan nooit druk gebruiken, we gaan ooguit onze targetstick gebruiken om paard te leren targetten. Zodat dat een spel wordt voor het paard, dat je in een trailer kunt staan met je targetstick en dat hij alleen maar denkt aan dat bokken dat hij wil raken met zijn neus. En dat hij dus ontspannen in een trailer gaat om dat bokken te raken. Maar we gaan hem ook niet gaan opsluiten, op die standkracht die klep toe, ja, waar we hem gevangen. Want ja, dan heb je het natuurlijk de volgende keer zitten dat het paard zegt, ik ga naar dat bokken niet, want dan word ik gevangen. Dus blijf wel respect hebben voor het paard. En blijf positief doen. Je ziet nu ook dat Pioca doet het wel, maar je ziet dat hij eigenlijk toch een beetje gefrustreerd is. Dat ik eigenlijk liever wil rennen op dit moment. Ik laat weten aan hier in de next win de halve staan. Thomas zit er altijd buiten met u bij. Dus je ziet dat hij echt energie tot aan het aan het inhouden is om maar niet te gaan rennen. En Sylvie die vertrouwen heeft dat hij het niet gaat doen, spannend op naar een ander paard in de buurt. En ze beloont hem. Daarom ook, als eerste situatie beloont die paard terug veel. Iets dat hij thuis goed kan. Een paard dat Jean-Bet doet thuis zonder problemen, of Spaanse pas, of wat dan ook. Als je dat op een vreemde plaats doet, is dat voor dat paard een vreemde oefening. Dat is niet hetzelfde. Dus verwacht niet dat je paard op een vreemde plaats hetzelfde gaat doen als thuis. Maar sommige paarden gaan ook de locatie waar dat je een oefening vraagt, associëren met de oefening. Als ik nu elke keer aan mijn paard vraag om te gaan liggen op een bepaalde plaats bij ons thuis op de wei, en ik ga op die plaats staan en ik vraag een keer niks, is de kans groot dat hij ook gaat liggen. Dus een paard associeert ook locatie met een bepaalde oefening. Ook voorwerpen. Als ik een bal in de wei gooi, mijn paard stemt dat, die gaat daar naartoe en die shot daarop. Ik heb hem niet in voetbal, dus die gaat daarop shotten. Wat dat dan nu een pingpongballetje is, of dat een reuze grote bal, elke bal, welke kleur ook, is voor haar associatie, ik moet daarop voetbal. Natuurlijk, heb ik al voor gehad, je gaat dan wandelen met je paard, ontspannen, binnen, dus je zit niet. Misschien niet altijd aan het opletten, want je paard is ontspannen, je zit zelf ontspannen, je zit niet rond te kijken wat er gebeurt. En plots zijn er kindjes aan het voetbal, maar dat is al voor gehad, dat de bal naar mijn paard wordt, dan die kindjes zeggen, oei, die gaat daar schieten. Zeg, die gaat die verschieten, kijk maar goed, die rolt voor de voeten van mijn paard. En toen mijn paard, die dat als geleerd heeft, shot die een bal terug naar die kant. Dus die begonnen zich daar kreupel te wachten, dat paard gaat voetballen. En voor mijn paard is dat normaal. Dat is normaal. Allee, een bal is. Ik heb geleerd om dat niet te schoppen. Toen ik heb dat beloond. Dus de volgende keer, dat ik denk dat ik tegenkomen, zal mijn paard dus zoeken naar die bal om er terug op te kunnen gaan shotten. Dus ook dat, die associatie op wandeling, gebruiken wij om bepaalde angsten te verbrengen. Stel, zien we met tapioca gaan wandelen en ze passeren een plaats of fonteintje waar de tapioca niet voorbij durft. Dan gaan wij vragen om die fontein te targeten. Dat kent hij al, dat bolletje. Dus dan kunnen we dat tegen of in de buurt van de fontein houden. En de paard zegt, oh, maar dat spelletje ken ik. Hè. Ik moet daar met mijn neus naartoe gaan. En ik moet dat targeten. En dan krijg ik een voedselbeloning. Ja, tuurlijk, ja, nu snap ik het weer. Dat fonteintje, dat komt daar maar gewoon mee. Dat is achtergrond. Dus stel dat fonteintje is daar. Ze gaan natuurlijk bovenop zitten, maar je lange armen hebben, een lange targetstick. Hij is bolletje aan het zoeken. Het is natuurlijk moeilijk, hè? Want op de grond en iemand boven u. Ook dat is belangrijk, dan zegt hij, je paard is gedaan. Dus ik zeg nu, gedaan. En ik draai mij om. Vergeet dat niet te doen, want als je vee gaat klikken met je paard,
En op een bepaald moment zeg je, ik ga naar huis, ben weg. En vergeet tegen je paard te zeggen, het is gedaan, dan laat hem in de steek. Dan heeft hij het gevoel, allee, ik was hier zo goed aan het meewerken. En plots, zonder eens te zeggen, draait hij zo om eens niet weg. Je paard kan echt beledigd zijn en is zichzelf teleurgesteld. Gelijk een merrie die haar veulen gewoon terug toekeert en wegstapt. Dat veulen gaat bij een veulen klapperen om te zeggen, allee, ik wil terug bij u in de kudde zijn. En als je dat dus niet doet met je paard, zeg het is gedaan, dan gaat je paard dus ja, ergens wel een slecht ervaren hebben. Dus, hebben we gedaan met klikken, ook als er maar 2 minuten in de wei wezen of 10 minuten, zeg dan tegen je paard, gedaan, pak voedselbeloning en doe dat op een manier dat je het anders niet doet. Leg het bijvoorbeeld gewoon op de grond en zeg gedaan en ga weg. Wat je dan niet mag doen is, woord sluiten en zeggen, ah, je hebt dat goed gedaan en wat lekker van u, hé. Laat je paard dan ook gerust. Ik weet dat is vrij moeilijk om te nog een keer nog iets te communiceren met je paard. Maar als je dat doet, eenmaal een keer, heb je dat goed gedaan, zal je paard, ah, zijn we weer begonnen, gaan we weer opnieuw. En ja, en als ik dan zeg, nee, ben weg, ja, dan kan ik denken, wat is het laatste wat ik gedaan heb? Wanneer dat mijn baas te weg gaat, ah, dan was dat. Volgende keer mag ik dat dus niet doen. En dan zei hij de volgende keer, nee, de laatste keer voelde ik hem achteruit. En hij ging achteruit en nu doet hij het niet meer. Maar ja, je hebt de vorige keer achteruit gevraagd, voedselbeloning en zijn weggegaan. Het paard denkt, ja, mag ik dus niet meer doen, hè? Want aan mijn baas kan ik dat niet meer spelen. En met klikken ben ik er natuurlijk een paar die heel graag met je bezig zijn. Dus we hebben gisteren ook een demo met Eline gegeven. En voor de eerste keer haar paard, een super lieve, maar een super schrikpaard. Heel veel schrik van alles. En het was echt mooi om te zien hoe dat Eline op een bepaald moment alles van haar paard heeft afgedaan. In vrijheid is bij mijn rondstappen en haar paard heeft haar gewoon gevolgd. Hij was heel enthousiast van, wacht een minuut, kom, zeg mij, moet ik voetje geven, moet ik achteruit gaan? En ze wilde mij zijn, natuurlijk. Wat moet ik doen? En als jij dat dan natuurlijk, hetgeen dat ik nu ook doe, bevestigt, tapioca komt bij mij, hè. Als ik natuurlijk zeg, als ik haar daarin bevestig, wat ik nu doe, door haar te belonen om mij te volgen, kijk, Sylvie, wat moet Lynn, hè. In plaats dat zij aan het rijden is. Nee, maar kijk, ik ging een keer over, hè. En ik denk, dat ze achteruit gaat gaan ook, hè. En dat is verwarring voor dat paard. Dat is voor haar nu heel moeilijk. Ik vraag haar iets en eigenlijk vraagt Sylvia ook iets. En je ziet aan haar manier van been dat puur frustratie is. Dus ik ga toch gewoon vooruit. En zo gaan we wandelen, hè. Zo gaan wij door Hans en Horvex voor. Dat heeft hij niet eens terug gemaakt. Ze heel de piste, een heel grote piste, rondgewandeld. Een paard volgt gewoon. En ik ga naar de achterhand kijken. En die draait, en die draait. En ik ga stoppen. En ik vertrouw dat hij stopt. Ik ga naar de achterhand kijken. En Sylvie gaat bijsturen, voilà. En we belonen weer. Het gaat toch niet altijd even goed, hè? Ik weet niet of dat we... Ja, ik dacht... Ik kan natuurlijk nog heel veel vertellen over klikkertraining. Ja, we gaan straks de applausmeter toepassen. Als je meer wil weten over klikkertraining, of als je zo een superhandig targetstick wilt aanschaffen, of een zakje dat makkelijk open en dicht kan, of een boek over klikkertraining, of een cd, of heel de Santé-Optiek in één pakket, wij bieden nu alles aan actieprijzen op de inhal 3 op onze stand van de paardentaxi.be. We gaan een klein applaus vragen, maar ook al wil dit niet geven, we gaan het toch vragen. Tapioca kent dat niet, dus we gaan ook daarmee klikkeren. Ik ga vragen om heel zachtjes applaus te geven. Zolang dat Tapioca stilstaat, ga ik vragen om te stoppen met applaudisseren. We gaan dat dus eigenlijk belonen om stil te staan tijdens applaus. Ik ga dan vragen om straks applaus op te drijven. Begint ze rond te lopen, gaan we blijven applaudisseren. We gaan niet stoppen. Niet denken, oei, dat paard gewoon wil. We gaan stoppen, want dan beloont hij eigenlijk voor wil te worden. Dan weet zij, als ik begin rond te lopen, stop dan. Lawaai. Dat is eigenlijk omgekeerd werken. Je zou het heel zachtjes opbouwen. Kijk gewoon naar wat ik doe. Als ik dat doe, stoppen applaudisseren. Als ik omhoog ga, iets gemeen. En we gaan ze wel terug buurten. Moest dat paard erover springen? Ja. Laat hem lopen, hè. Of teruggooien.
We gaan zachtjes beginnen met applaus. Heel klein beetje. En stop. Ik heb zien reageren. Het is even stilgestaan. Daarom dat je direct wil stoppen. Een klein beetje applaus. En stop. Ik wil vermijden dat ze gaan lopen. Dus we stoppen nu al. Klein beetje. En stop. Klein beetje. En stop. Klein beetje. En stop. Klein beetje. Nu was ik verkeerd, dus nu mocht ik eigenlijk niet gestopt hebben. Want ik was iets te vroeg. Klein beetje, en stop. Klein beetje, en stop. Klein beetje, en stop. Beloond is het niet. Klein beetje, en stop. Klein beetje, en stop. Dat is speedklikken dat we doen trouwens. Speed, rap, heel tijd door, niet zo bloeding geven. Klein beetje applaus, en stop. Klein beetje applaus, en stop. Klein beetje applaus, en stop. Ietsje meer, en stop. Ietsje meer, en stop. Even blijven stoppen. Ja, klein beetje nog. Ietsje meer. Ik denk dat het goed is, hè. Oké, dankjewel. En nu dat applaus aan zijn verschiet.